lieve kijkbuiskindertjes. Daar zijn we weer. Het is nog geen week verderop. We gaan nog een keertje. Vonden we het zo leuk. Nu gaan we met z'n tweeën. Dus gaan we lekker een weekendje naar Duitsland, naar Kochem en naar Koblenz. Dus in mijn grauwe huis. Daar ga je niet weer. Tjus. Ondertussen 10 uur, we zijn er al even. We hebben er 5 uur over gedaan om bij het hotel te komen. Eerst stuurde hij ons lekker door België heen. Daarna was de snelweg dicht, konden we omrijden. En daarna was ook nog de laatste weg hier naar het hotel dicht. Dus konden we ook nog een tering aan het omrijden. Maar we zijn er en gaan even kijken of we nog een wijntje kunnen drinken. En dan gaan we zo lekker. Nou, je ziet ons bijna niet, maar we zitten lekker aan een Riesling wijntje. Het was hier net heel gezellig, maar alle gasten zijn er binnen en de eigenaar ook. Dus ik denk dat we zo zelf de deur dicht moeten doen. Maar proost mensen. Ja, wij doen het licht wel uit. Zo, we zijn weer terug op de kamer. Mooi bed. En we gaan lekker slapen, dus welterusten. Zo, we hebben net lekker ontbeten en we gaan nu spullen in de auto zetten. En dan gaan we zo richting Kochem. En dan gaan we daar eens even kijken wat we gaan doen vandaag. Maar gewoon even een stukje langs de Moezel lopen en dan komen we vanzelf bij het centrum en dan zien we wat verder. Oh, ze hebben toch nog in de lift geweest. Laten we het maar niet doen. Het zag me er iets te hoog en open uit, dus we slaan even over bij de Sesselbaan. Zijn we aan het doen? Lopen omhoog. We zijn hier aan het lopen. We hebben een kasteel. We zijn een enorme berg aan het beklimmen. In de sauna. We zijn wel astmapatiënten.
We zijn nu boven bij het kasteel. En we krijgen straks binnen een rondleiding in het Duits. Dus kijken wat we meekrijgen. Wandeling naar beneden, ook weer overleefd. Ja, overleefd. Annie. We hebben lekker ijsje. En we hebben lekker wijn. Nou, dan kijken we het eerst gewoon hierboven. We hebben een bootje gevaren en nu gaan we naar de auto toe en dan gaan we nog even de hele moezel afrijden en dan gaan we naar Koblenz. Daar hebben we een woning geboekt, dus we gaan zien hoe de reis gaat verlopen. Hopelijk wat beter dan gisteren. Maar er zijn allemaal bedden in die ruimte gepropt, dus je kan slapen waar je wil. Zeg maar. Tot je even laten zien. Dag lieve kijkbuiskindertjes. Wij zitten lekker in de tuin, want daarboven, daar slapen wij. En we zijn nu lekker aan het barbecuen. We wilden het ergens lekker aan de Rijn doen, maar het zag er niet heel jovel uit. Het voelde niet heel goed. Dus we zijn toch maar naar het huisje gereden en steek hier maar lekker de barbecue aan. En op de achtergrond hadden we een regenboog, die is nu verdwenen, maar we hebben wel lekker de zonsondergang, dus we gaan even lekker eten doen. Goedemorgen. We hebben na de barbecue nog lekker even buiten gezeten, naar een lekker bed gegaan. En nu gaan we eerst even lekker ontbijten en daarna gaan we lekker Koblenz zien. Dus we nemen jullie weer mee.
Wij zijn aangekomen in Koblenz en we gaan zo daar ergens naar boven toe met de kabelbaan. Dus we komen als het goed is aan de overkant strakjes boven op de berg komen we uit. Yay! Nu zijn we boven, nu gaan we naar de festung. Even kijken wat we daar gaan zien. Vast weer mooi uitzicht over de stad. We hebben in ieder geval weer mooi weer, de zon schijnt. Zeker nu met zonnebril ben ik helemaal incognito. Er is niemand die me herkent. Heerlijk!
veilige land. Dus nu gaan we maar het centrum van Koblenz zelf even bekijken. We zijn in Koblenz aangekomen in het centrum en nou, laten we gelijk maar even beginnen met gewoon even lekker te lunchen, dus eet smakelijk. Zo, we zijn weer op weg naar de auto. 12 kilometer verder. Onze voeten die vinden het niet zo heel leuk meer. We gaan even naar de auto. Dan gaan we zo nog even boodschappen doen. En dan gaan we daar nog even een restaurantje op zoeken om nog even wat te eten. En dan gaan we daarna denk ik weer naar huis. Dus eerst nog even naar de Kaufland, even wat inkoop doen. En dan zien we wat verder. Barcelona zaten volgens mij, maar we hebben eindelijk ons eten gekregen. We hebben een hamburger en die gaan we nu lekker opeten en eet smakelijk. Oh, we sluiten af met nog een lekker ijsje, dus iets thuis. Lekker ijsje gegeten. We gaan nog even lekker in het bubbelbad zo meteen en daarna gaan we lekker slapen en dan hebben we morgen ons laatste dagje en dan rijden we eind van de dag weer naar huis toe. Dus we gaan waarschijnlijk nog even in de buurt een rondje toeren voordat we weer richting huis gaan. Dus voor nu slaap lekker en tot morgen. Zo, we hebben net gegeten, we hebben net ontbeten, we hebben alle spullen ingepakt en we gaan laatste ding nog even in de auto doen. En dan gaan we nog een stukje langs de Rijn rijden, een route met meer dan 40 kastelen onderweg. En dan gaan we vanmiddag rustig aan richting huis. Dus we nemen jullie vandaag nog even mee op pad. Alle kastelen zijn we nu aangekomen in Rudesheim. Dit is het modernste dorp van heel Duitsland, want alles is hier open op zondag. Dat is wel unicum. Dus we doen hier even een rondje. Met een gebakje, dus eet smakelijk. Zijn we aan het wandelen en zitten we niet meer in de auto? We hebben benen schrik, hebben we broekrood. We zijn even uitgestapt, even van het uitzichtspunt genieten en jezus, ik ben wit. En we gaan even naar de burg lopen. Nou, het was iets minder dan we verwacht hadden. We konden één kant zien en dat was het. Voor de rest was het dicht. Maar goed, we hadden wel een mooi uitzicht. Dus we hebben onze wandeling weer gehad. Dus dat was ook niet verkeerd. Dus we gaan weer lekker verder. En wie weet komen we bij het volgende kasteel wel verder dan het eerste muurtje. Thank you.
Wine and Christmas. Zo, we hebben even een tussenstopje in, waar zijn we? Nou, of zo, hier heet het. En we gaan even lekker eten, want straks gaan we weer naar huis rijden en dat duurt nog 4-5 uur. Dus we hebben al eens lekker avondeten, dus eet smakelijk! Net lekker gegeten, we gaan weer de auto in. En dan rijden we nog een beetje de slingerweg af en dan wij zijn weer thuis aangekomen na 4 uurtjes, denk ik. Ongeveer. Ging gelukkig voorspoedig, dus was weer leuk. Bedankt voor het kijken. Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, Schnitzel en tot de volgende keer. Adios!